In deze video willen we kijken naar de accu-monitor van Seamarine. Een slimme accu-monitor, zoals ze zelf zeggen, die ongeveer 2 jaar geleden op de markt is gebracht. We nu ook 2 jaar verkopen en in die tijd eigenlijk steeds volwassener is geworden. Ook de software die erbij hoort steeds volwassener is geworden. En echt een hele mooie optie is om allerlei dingen aan boord inzichtelijk te maken op één heel mooi scherm, wat we hier zien. Nou, het is een slimme accu-monitor, maar het is nog veel meer dan dat. En dat kunnen we eigenlijk het makkelijkste laten zien door de schermen heen te gaan. En dat gaan we even snel doen, zodat je eigenlijk zelf even een idee krijgt van wat kan ik allemaal uitlezen met Seamarine. En het is wel goed als achtergrond om even te weten dat Seamarine zowel de hardware ontwikkelt als de software. En de software betekent bijvoorbeeld dat alles wat hierop te zien is, ook via de Seamarine app op je tablet of je telefoon, of het nou Apple of Android is, uit te lezen is. Maar ook dat ze regelmatig met updates komen die je hier weer op uit kan rollen. En dat er dus ook gaandeweg nieuwe functies bijvoorbeeld bij komen. Of dat er ook nieuwe hardware bij komt binnenkort die verwacht wordt met een NMEA-module. Waardoor deze software weer kan communiceren met andere software aan boord. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Het is wel een smart monitor zou je kunnen noemen. Dus dat is echt een product voor de toekomst. Nou, we kijken naar de schermen die je kan zien op Seamarine. Nou, dit is het basisscherm. Ik hoop dat het goed te zien is. Daar zie je het percentage wat nog in de accu zit, in de hoofdbank die je uitleest. En dat is dus een heel accuraat gegeven, wat je ook kent van andere accu-monitoren. Je ziet hier bijvoorbeeld de tijd die het nog duurt om hem volledig op te laden, of andersom, hoe lang hij nog vooruit kan voordat hij helemaal leeg loopt. En een tijd- en een barograaffunctie. Nou, een heel overzichtelijk scherm. Dan gaan we door naar het volgende scherm. Hier zie je een overzicht van temperaturen. Er kunnen namelijk op de modules van Seamarine ook verschillende temperatuursensoren aangesloten worden. Bijvoorbeeld om je koelkast te monitoren, hoe het daar gaat, of je motor. En daar kun je ook een alarmpje op zetten, zodat je gewaarschuwd wordt als dat een bepaalde waarde overschrijdt. Een barograaf noemde ik al even, die zit er standaard ingebouwd. Hier kun je dus een patroon zien over de afgelopen 24 uur. En ook hier zou je eventueel een alarmpje op willen kunnen instellen als je een bepaalde waarde die extreem is, als je die opmerkt. Een aantal instellingen. Het verloop van de accucapaciteit over tijd. Dus daar kun je rare dingen ook in ontdekken. En dan is dit een belangrijk scherm. Want naast een accu-monitor is het ook gelijk een display voor je tanks. Waar je nu vaak daar aparte metertjes voor hebt. Kun je die gevers nu aansluiten op Seamarine. En dat betekent dus dat je in dit scherm bijvoorbeeld je watertank kan uitlezen, je brandstoftank en je vanwatertank. Dat je daar geen andere gevers voor nodig hebt, want Seamarine kan zowel met ultrasoon als met weerstandsgevers gewoon werken. Dus die hoef je ook verder niet te vervangen. Het enige is dat je het aan moet sluiten op een module van Seamarine. Nou, hier kun je dus ook weer alarmpjes op instellen en dat is in dit geval best wel handig natuurlijk als je een brandstoftank hebt en je wil gewaarschuwd worden als die bijvoorbeeld op 20% zit. Of andersom, een vanwatertank, nou, dan wil je wel liever een waarschuwing bij 80 of 90%. En ook dat kun je instellen. Nou, dit is eigenlijk het meest spectaculaire scherm van Seamarine. En ik hoop dat het te zien is. Wat je hier ziet is links de hoofdaccubank, die we al eerder in de scherm zagen, het percentage daarvan. Maar rechts zie je verschillende specifieke verbruikers. Wat Seamarine namelijk heeft is een 4-in-1 shunt, waarmee je bijvoorbeeld je koelkast, je stuurautomaat, je zonnepaneel en noem eens wat, je wasstroomlader apart kan doormeten. En dat ook apart dus kan tonen in dit scherm. Waardoor je een hele mooie balansoverzicht ziet van waar gaat mijn stroom nou eigenlijk heen? Of waar komt het vandaan? Normaal zie je dat alleen maar in één grote hoop. Wat gaat erin, wat gaat eruit, wat is die balans? Nu kun je echt zien, de stuurautomaat verbruikt op dit moment 3-4 ampère. De zonnepaneel levert 3 ampère. Houdt hem goed in balans, maar omdat ik bepaalde apparaten nog extra aan heb staan, loop ik leeg en daar moet ik wat aan doen. Dus dit geeft een ongelooflijk groot inzicht in je verbruikers aan boord, waar je winst kan halen of waar het juist heel goed gaat. Zetten we weer op het hoofdscherm. Ja, om dit te tonen heeft hij natuurlijk wel data nodig, dus daar heb je modules voor. En daar kan ik even kort laten zien. Hier zie je een hoofdshunt. Dit is dus echt voor je gewone accubank. Die ook altijd een voltage-ingang heeft, zodat je met één zo'n shunt je hoofdbank, dus je huishoudaccu, volledig kan meten waar de stroom heen gaat. En je startaccu ook nog
via een voltage ingang gelijk hierop mee kan pakken. Dus in dat geval met deze shunt kun je hierop uitlezen het percentage voor je huishoudaccu en het voltage van je startaccu. En heel vaak is dat wat je wil weten voor een startaccu, het voltage, want die, ja, die is eigenlijk altijd vol en die laadt ook snel weer vol. Dus daar heb je minder behoefte waarschijnlijk om precies te weten welk percentage die zit. Nou, het mooie van Simarine is dat je eindeloos kan uitbreiden. Dus je kunt, als je 3 accubanken hebt, kun je ook 3 shunts aansluiten. Al die 3 accubanken monitoren. Daar heb je geen aparte monitors voor nodig of zo. Dat kan allemaal op dit ene schermpje. En dus ook via je telefoon, via de Simarine app. Andere module die ik even wil laten zien is deze. Die noemde ik net al even aan de hand van dit scherm. Nou, hier zitten 4 kleine shunts in van 25 ampère. En hier kun je dus bijvoorbeeld de koelkast doorheen leiden. De stroomdraad van de koelkast. De stuurautomaat. Het zonnepaneel. En ik noemde net even de walstroomlader. Nou, op het moment dat je dit dan hier instelt, hij meet dat hier, dan kun je hier netjes al die apparaten tonen en kan die ook netjes tonen welke stroom er overheen loopt. Nou, dat is een prachtige module. En wat ik hier nog heb is de tankmodule. Nou, die zitten ook al bij andere modules soms bij, 1 of 2 mogelijkheden. Maar hier heb je nog veel meer mogelijkheden om een aantal tanks aan te sluiten en ook een aantal temperatuursensoren. Ook weer een apart kastje waar je dat op kan organiseren. Dus het kan gewoon je bestaande gever zijn die je in plaats van op het tellertje nu op deze module aansluit. Nou, dat zijn een paar veel verkochte modules. Het meest verkochte pakket eigenlijk, want Simarine werkt met actiepakketten waarin je modules en scherm bij elkaar koopt, is het Pico Blue pakket. Die kost €499. Daar heb je het scherm voor. Daar heb je een shunt voor. En iets zwaarder nog dan deze. Dus waarmee je je hoofdaccubank uit kan lezen. Daar heb je deze voor. En die module die ik net liet zien. Dus ik had nu eigenlijk net min of meer de Pico Blue set in handen. En die wordt meest verkocht omdat je daar ook die verschillende verbruikers op uit kan lezen. Nou, en daar kun je eventueel op uitbreiden. Kun je ook nog extra modules op aansluiten. En vervolgens dus in de toekomst ook, eind april wordt de NMEA module verwacht. Er wordt ook in de toekomst een module verwacht waarmee je deze data ook eventueel thuis kan uitlezen via GPS of dergelijke 4G techniek. Dus dat ontwikkelt zich verder. Maar ik dacht, het is nu wel heel erg leuk om even te zien waar ze staan met Simarine. Het scherm ziet er prachtig uit. Het heeft heel erg een Apple-achtige uitstraling. Mooi Gorilla Glass in te bouwen of als opbouw te bestellen in zwart of zilver. Dus mocht je hier geïnteresseerd zijn, kijk eens op onze site naar wat er allemaal te krijgen is voor Simarine en stuur ons gerust een berichtje.